Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenplukken en opklaringen. Die wolkenplukken dat zijn buien die over het land trekken. Er zijn een flink aantal exemplaren en het kan er ook bij hagelen en zelfs natte sneeuw is mogelijk in de wat intensievere buien. Verder waait het nog steeds stevig uit het westen tot het noordwesten, boven land vrij of krachtig, en aan zee hard of stormachtig, windkracht 4 tot 8. Verder wordt het zo'n 5 tot 7 graden, maar in een stevige bui is het toch een aantal graden kouder. Verder schijnt ook soms nog de zon. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog, neemt de wind ook wat af en draait dan naar zuidwestelijke richting. Morgen is het bewolkt en regenachtig en opnieuw zacht. Het wordt 8 tot 10 graden en het waait stevig uit zuidwestelijke richting. Opnieuw vrij krachtig of krachtig boven land en hard of stormachtig aan zeewindkracht 5 tot 8. De dinsdag ziet er ook zeer wisselvallig uit: veel bewolking, perioden met regen en een graad of negen. Woensdag en donderdag hebben we iets meer ruimte voor zon, maar ook een aantal buien. En zeker op de woensdag kan daar opnieuw een winterse bui bij zitten. De middagtemperatuur ligt tussen de vijf en zeven graden. Ik ben Ben Langkamp van beerplaza.nl.